Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En dit is de view. Oh, er was echt veel ijs hier, hè? Ja, ik zit bijna op mijn bek. Ik word helemaal gek. In deze video zijn we niet in Amsterdam, we staan op een berg. We zijn namelijk in Oostenrijk / Zwitserland. Ons hotel zit in Oostenrijk, maar je kan echt binnen 10 minuten naar Zwitserland skiën. Dus we zijn volgens mij nu in Zwitserland. Ja, maar we zitten dus in het dorpje Ischgl. En het is dus weer zover onze jaarlijkse week skiën. Yeah. En ik heb geen zonnebril mee. Ja, het is echt, het wordt echt de chaotische vlog uit je hele leven. Ja, dat weet ik ook. Ja. We zijn alles vergeten. We hebben de ochtend al gehad die we voor die gevlogd. Maar we dachten, we beginnen de intro leuk op de piste. Ja. Dus we gaan nu gewoon kijken naar de ochtend, denk ik. En dan gewoon voor de rest van de dag. Ja, we gaan, nemen jullie gewoon mee. We gaan lekker van ochtend tot avond. We gaan skiën. Lunchen, avondeten, gek doen. Ja, dat sowieso. Dat is gezellig. Ja, dus hebben jullie zin in deze vlog, doen we zeker een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk zeker op ons YouTube-kanaal hier beneden. En dan gaan we nu lekker skiën. En we zijn matchy. En trouwens, al onze pakken zijn matchy. Oh yeah, oh yeah. Oké, nou we hebben zo net ontbeten, maar ik was de camera vergeten. En we zijn nu op de kamer, zitten trouwens samen op een kamer met Noda. En Noda die wordt soms zo gek dat ze weer naar huis gaat. Ja. Maar tot nu toe gaat het wel goed. Ik ben bijna het hotel uitgezet, maar het is allemaal goed. We zitten er nog wel. We zitten er nog. Krijg een upgrade. Woensdag. Ja, we krijgen op een woensdag een upgrade. Terwijl dit echt al heel mooi is. Ja. Maar we krijgen een upgrade omdat we letterlijk naast de club zitten. En het is gewoon. Het is wel gewoon leuk. Ja, wij vinden het wel leuk. Maar op een gegeven moment, als je gewoon de volgende dag vroeg moet skiën. En je in de avond niet iets gaat doen. Dan is het gewoon irritant dat je dan niet voor 2 uur kan pitten. Ja. Oké, nou hier zijn onze jassen. Sponsored by Goldberg. En hier snowboots. Alles match. Kijk, dit match. Oh, dit ligt allemaal hier. Ja. Dit is er nog wel. Dit zijn onze. Alles is bende. Ik dacht. Dat is nog netjes. Nou, hier ligt onze. Hier ligt mijn TikTok stal. Alles wat ik aandoe voor TikTok. En dan heb je hier gewoon Gina de grond. En ons bed. En we hebben tijdens Valentijnsdag hebben alle ballonnen uit het hotel gestolen. En die hadden we nu. Maar ze vliegen nog steeds. Yeah. Ik wil ze wel mee naar onze nieuwe kamer als ze dan nog steeds vliegen. Ja, yeah, ik ook. Yes, yeah. Oh ja, ik ga nu mijn haar waarschijnlijk inflechten. Trouwens, een van onze allereerste vlogs. Was, ja, was letterlijk onze eerste hoor. Ja, onze eerste vlog was op skivakantie. Dat is nu 3 jaar geleden. Nee, zo 4 of 3. Ik mag hopen 4 eigenlijk. Mag het ook hopen. Ik ga deze video niet met mijn lippen doen, want mensen krijgen er echt aanvallen van. Dus daar ga ik op letten. Ja, als we beter mag letten. Kijk, we matchen dezelfde jas aan met allebei. Zelfde capuchon en allebei leuke rugzakken. Alleen, ik heb echt bende in mijn handen, dus we gaan snel onze skischoenen aandoen. Gina, show is de schoenenhok. Kijk, dat zijn toch eigenlijk schoenen? Ja, maar ze zijn zo zwaar. Mijn schoenen zijn ook zo zwaar. Dit is echt wel helemaal gek. Het is zo heet met deze jas. Ik word... Oh ja, we hebben trouwens allebei een rugzakje en iedereen vindt het lelijk. Behalve wij, dus love. We love it. En het is handig. En we hebben er een box aan hangen en we hebben gewoon lekker rustig muziek op de... Ik snap niet waarom ze geen muziek op de piste doen. Het is chill, want wij hebben gewoon lekker nu alle spullen hierin zitten. Zo, we gaan nu lopen naar de skilift. Het is echt een hele grote lift. Aan de andere kant zit nog een hele andere familie, dus veel druk. Ik kan hier echt met. Ik ben er met 16 in. Het is op zich wel mooi. Mooi weer en ik ben heel handig. Heb ik een rugzak. Heb ik daadwerkelijk alleen een surfaces in mijn rugzak. Mijn ouders vergeten. Echt heel. Er is ook geen zonnebril. Dat is echt heel jammer, want het is volgens mij vandaag wel lekker weer. Dus dan moet ik met mijn helm, met mijn ski. Bril. Ja, misschien doe ik wel gewoon zonder bril dan. Dat kan ook. Ja, dat ga ik denk ik wel doen. Het is nu bijna 11:30. Jee, we hebben wel lekker uit kunnen. Ja, is. Dat is wel fijn. Ja. Maar oké, we staan nu boven op de berg. We gaan nu lekker skiën. Er is een lekker zonnetje. We hebben trouwens precies dezelfde skis. Jee, matchy. Zo cool. Nice. Het is echt een stuk minder druk dan gisteren. Ik sta hier vol mijn ogen in de zon. Dus echt tof dat ik geen zonnebril heb. Aww, baby. Ik ben bijna mijn weg.
Oh, dat was echt veel ijs hier, hè? Ja, ik ging bijna op mijn bek. Zag je dat niet? Het gaat goed, maar hier gleek echt uit. Dus ik kon geen kleine bocht te maken. Ja. Ja, we waren gisteren de GoPro vergeten. Dus nemen we hem vandaag mee. Omdat we gisteren waren vergeten. Dus we komen eventjes hele leuke skibeelden van de andere dag. Kijk, wat we kunnen. We kunnen superveel. Hier mijn heel leuk tentje. En het is half twee. We hebben nu lekker 2 uur geskiet. Niet zo gevallen. Nog niet gevallen, nog geen 1 keer. Ja, de 1 keer ze stond. En toen, ja, toen stond ik geen eens mijn skis aan. Ik gleed gewoon uit. Zo grappig. We zitten nu in Zwitserland. We hebben best wel een leuk tentje. Allemaal leuke, ja, gewoon leuke dingen. Allemaal hout. En dan misschien wat vlamkoeken. Ja. Dat was zo lekker vorig jaar. In ieder geval neem ik een andoeder. Vroeger was het altijd chiwasser. Maar nu? Het is net iets minder zoet, maar het is wel echt lekker. Het is echt heel lekker. Dus echt een aanrader. En we gaan verplaatsen naar binnen. We gaan naar binnen, want iemand had het koud. Dus ja. Dit is andoeder. En het is echt heel lekker. Wel helemaal opeten, hè? Ja, eet super mooi. Oeh, ziet er echt lekker uit. En ja, er soep komt er nu aan en een pizza. Lekker! Oh ja. Lekker! I already moest. Handig. Wow, het is wel heel pizza. Ja, ik moet maar gaan kijken. Met noedels. Nice. Dat is ook heel lekker, hè? Oké, dus we gaan lekker eten. Haha. Jee, mijn pizza! En een mes. En een mes. En ik ben nog zitten. En Nola en Luca hebben ook lekker eten. Nou, het eten is goed opgekomen. Ja. Oké, maar we gaan nu weer verder skiën. We moeten echt een heel lang, irritant rechtstuk. En dan moeten we echt een zieke gondel naar boven. Waar je niet kan zitten. Dus dat is echt heel irritant. Dat is echt heel kut. Maar zo'n kut leven. En zo zwaar. Nee, grapje. Dus dat gaan we nu doen. We gaan skiën. We hebben wel echt lekker gegeten. Ja, pizza is echt lekker. So, let's go. Nou, we zijn weer in de kamer en ik ben kapot. Ja, het was een leuke dag skiën, maar mijn benen zijn echt super moe. Gina is ook in de kamer, die is aan het douchen, daar zo in de badkamer. En we gaan even ons omkleden, deze spullen uit, skikleding. Lekker een joggingbroek of een, hoe heet het aan, legging met een topje of iets. En dan gaan we even wat drinken of zo en dan daarna naar de appelski. Hola, ik ben nu op de kamer en ik heb daar net even mijn haar gewassen. Ja, dus we gaan even beneden en ik ga het nu feunen, want er zit het ontploft. Kijk. En dit gaat echt zo lang duren. Ik haat echt om haar te feunen, omdat het echt chic lang duurt. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik denk ik weer mijn poelie aan doen met een broek, want dat vind ik denk ik wel leuk, want dan gaan we naar de apres-ski. En ik ga me ook even een beetje opmaken, want ik ben natuurlijk net gedoucht, dus alles is eraf. Dus dat gaan we doen. Daar Hi. Zijn we weer. En we hebben allebei een outfit aan. Ik zei eerst een poelie aan doen, maar ik vond het een beetje... Ik vond het alleen leuk zo'n skibroek en ik ging geen skibroek aan. We hebben... Oh, sorry. Echt letterlijk, we hebben elke dag iets van elkaar aan. Ja, ik heb nu dit van Jelle aan. En ik heb deze van Gina aan. En ik ga waarschijnlijk... Ik heb deze van Nola aan. En ik ga misschien Nola haar tas om doen. Dan doe ik jouw tas om. Ja. En dan is het weer helemaal goed. Ja. We gaan nu naar de apres-ski. Ja. En ik heb dus deze glitterbroek aan, want ja. En ik dit. Zij heeft dat aan, we horen.
En we nemen jullie mee. Hoe heet hij ook weer? Trofana Alem. Trofana Alem. Ah, koud. Oké. We lopen nu bij de jas. Ja, en want Appelski zegt tegenover ons hotel. Gaat nu wel lekker. Ja, maar als je die jas meeneemt, zijn we bang dat hij wordt gestolen. Want we willen hem natuurlijk wel ophangen. Ja. En we draaien ons nu om, want hier is hij. De Trofana Alem. Yay, dus let's go. Hier is gewoon leuke beelden maken. Fun. So now have a look at all the people who know what to do. Sunshine, I can get speed alone. And afterwards, who does the best? Who never hear me? She needs to be ganz laut. Hallelujah! Now we're in the lift. We're in the elevator. Dat was echt heel gezellig. Oh, ik moet op een knop klikken. Dat was echt heel gezellig. Ja, het was echt heel leuk. We hebben allemaal andere mensen ontmoet uit Nederland. En we gaan nu even eten, alleen we gaan nog heel eventjes ons opfrissen. Gina heeft mijn t-shirt nog steeds aan. Ja, ik heb mijn t-shirt. Ja, dat klopt. Oké, we zien jullie zo. Het is hier. We zitten nu aan tafel. Hallo. En we zijn weer zo dom. Nou, we hebben de camera gegeten. En we hebben daar net gegeten heel lekker. Ja, we hebben wel al gegeten. Salade, broodje, soep. En wat ik? Falafel? Nee, iets van heel een stukje vlees. Gaat toch ook bij de... Ik vond het wel lekker. Maar ja, dus sorry. We zijn het vergeten te filmen. Ga jullie even het saladebuffet laten zien. Dat jullie een beetje een idee hebben van wat we gedaan hebben hier deze avond. Hier allemaal bakken sla. Oh my god, so nice. So nice, amazing. So nice. Hier eten. En hier kaas. Kaas, gasten. En nu gaan we naar ons plek, ons toetje afwachten. Want er komt ook nog een toetje. Yes. Oh my god. Want er komt ook nog een toetje van het hotel. Dus ik hoop dat het lekker was. Dat doen we gisteren echt niet. Een spiegel. Ik heb er twee. Wie is dat? Ik denk die. Lekker. We like. We zijn nu op de kamer. En ja, Nathalie ligt hier. It's lit. Ja, we hebben echt een lange dag achter de rug. Waarom volgt hij niemand? Kan jij alleen maar schreeuwen, Nola? Ja. Ik ben echt uitgeput van jou. Ik word helemaal gek. We kunnen de vlog natuurlijk niet verlaten zonder een TikTok gemaakt te hebben in onze TikTok badkamer. Dus, en kunnen we jullie hier neerzetten? Nee, we zetten ze hier in. Hij gaat snel, want hij gaat in zo'n dan? Ja, maar anders zou ik hem toch niet doen. Ik ken hem wel. Okay, ja, het is eigenlijk alweer eind van de vorige dag. Volgende dag. We zijn vergeten de vlog af te sluiten. Want het was doei en toen liep jij weg. En toen was ik er klaar mee. Vonden jullie onze skivlog nou leuk? Doe er zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Zoals je ziet hebben wij het hartstikke leuk hier. Ja! Wij gaan nog even genieten van onze vakantie. Yay. Zien we jullie volgende week.